Mark de Vries, hoe kijk jij tot nu toe terug op het seizoen tot nu toe? Als ploeg hebben we aan de ene kant wel heel goed gepresteerd. Omdat we natuurlijk een hele kleine groep hebben uiteindelijk. Maar aan de andere kant hebben we er misschien ook niet het maximale uitgehaald. Doordat we toch wel een aantal wedstrijden onnodig punten hebben verloren en punten hebben laten liggen. Je had nog hoger kunnen eindigen? Dat denk ik wel, ja. Maar ja, aan de andere kant, we hebben een hele goede uitgangspositie gecreëerd voor deze play-offs. We zijn vrij voor de eerste ronde, dus we kunnen nu een beetje recupereren. En hopelijk is iedereen zo meteen weer helemaal topfit volgende week donderdag. Ja. Hoe kijk je terug op je eigen seizoen? Ja, daar kan ik heel kort over zijn eigenlijk. Dus, vanaf augustus tot januari is dat eigenlijk dramatisch geweest. Ik kwam uit een blessure. En dan was ik alweer op weg naar de volgende. Dus dat was heel erg zuur eigenlijk. En dan spelen we dingetjes en dan krijg je eigenlijk... Hoe moet je dat politiek correct zeggen? Strubbelingen in een team die er ook nog eens bij komen. Het werkt natuurlijk ook niet bevorderlijk. Maar ik denk dat we daar de laatste maanden wel een beetje uit zijn gekomen. Ja, waren die strubbelingen, was dat een beetje in de periode dat Stanley Mensen de club verliet en dat er wat onrust was? Doe je daarmee op die strubbelingen? Nee, dat had niks met Stanley Mensen te maken. Maar dat zijn dingen die al langer leefden in de groep. Daar ga ik niet te veel over uitweiden hoor. Maar dat zijn dingen die al langer leefden in deze groep. Die er nu gewoon bijna uit zijn. En ik denk ook dat zichtbaar is op het veld. En dat iedereen weer plezier uitstraalt, denk ik. En misschien als we daar iets minder van hadden gehad, hadden we hoog kunnen eindigen. Toch eventjes bij Stelly Menzo, die ging op een gegeven moment weg. Daar heb je mee te maken. Henk Dion komt daarvoor in de plaats. Wat is er veranderd sinds die tijd? Ja, kijk, weet je, ik kan wel een heleboel dingen zeggen over veranderen. Kijk, voetbal blijft voetbal. Je hebt een trainer, een assistent-trainer en je hebt een spelersgroep. En daar moet je het mee doen. Ja, zo makkelijk is het. Ik heb al wat clubs gehad en het is overal hetzelfde. Trainers zijn passanten, spelers zijn passanten. Nieuwe trainers, assistent-trainers, die komen en gaan net als spelers. En kijk, ik vind Henk een heel leuke vent. Die heeft, bij ons een stukje plezier misschien weer teruggebracht. Henk is bekend als een people manager. Die is altijd bezig met iedereen. Het is ook heel fijn om zo iemand erbij te hebben. En Henk is natuurlijk vakkundig. Heeft het nodige meegemaakt. Heeft het nodige gezien. Komt zelf... Die weet alles. Er is geen geheim voor Henk. Henk weet denk ik nog wel meer dan mensen op de club zelf. En het is heel fijn om hem erbij te hebben. Maar waar het uiteindelijk om gaat, is het resultaat. Henk komt op een moeilijk moment binnen. Heeft het voor ons een stuk makkelijker gemaakt, denk ik, als spelers. En volgend jaar gaan we beginnen met Henk vanaf het begin van het seizoen. En dan kijk ik naar uit. Ja, maar het lijkt me wel belangrijk dat je een stukje plezier ook in de groep hebt om ook te kunnen presteren. Ja, oké. Maar je moet ook kijken waardoor dat plezier weg was. Hè. Ik ga er ook niet te veel op in hoor. Maar dat plezier, dat was ook om een bepaalde reden weg. En dat was te lezen vanaf sommige gezichten, denk ik. En frustratie was ook bij sommige spelers misschien duidelijk. En dat is weg. Daar heeft Henk ook voor gezorgd. Natuurlijk ook samen met Fons. Maar Henk is daar wel heel belangrijk in geweest de laatste maanden. Dat is een positieve bijdrage geweest. Terug naar jezelf. Je zegt zelf al, ik heb een moeizame eerste seizoenshelft gehad. Ben jij eigenlijk een beetje de verpersoonlijking van het seizoen van Cambuur? Zeg maar, dat het een beetje symbool staat. Want ook Cambuur had het moeizaam in het begin. Maar naarmate het einde komt, gaat het weer beter. En je ziet ook bij jezelf, de doelpunten komen weer. Sta je daar een beetje symbool voor het seizoen van Cambuur? Nou ja, ik weet niet of ik dat moet zeggen. Ik denk niet dat ik dat ga doen ook. Ik ga mezelf niet het symbool van Cambuur maken, absoluut niet. Ik bedoel, kijk, iedereen weet hoe ik wil voetballen en dat kan alleen als je fit bent. En eerlijk gezegd ben ik nu wel fit, alleen heb ik nog niet de vorm. En dat is ook duidelijk, bedoel, zo eerlijk moet je ook zijn. En, kijk, natuurlijk wordt een spits afgerekend op zijn doelpunten. En als ze dat gaan doen over het laatste half jaar, nou ja, dan heb ik een goed half jaar gehad. Ja, dat klopt. Maar als je dieper gaat kijken naar mijn spel, ja, daar ben ik lang niet tevreden over. En dat mag ik ook zeggen, want ik heb het ook laten zien dat ik het wel kan. En ik denk ook dat mensen dat ook nog steeds zeggen. Ja, oké, hij scoort wel doelpunten, maar het spel is nog niet echt super. De vorm is er nog niet, maar het lijkt er wel op dat je daar naar aan het toegroeien bent nu de play-offs eraan komen. Klopt dat? Nou, dat weet ik niet. Kijk, vorm is ook iets abstracts natuurlijk. Dat kan je niet pakken. Dat is de vorm van de dag waarschijnlijk. Of ja, ik bedoel, soms hoef je niet in vorm te zijn. Dan schiet je wel de winnende in de 89e minuut of 92e minuut. Dan dat heeft niks met vorm te maken. Dan ben je misschien meer bezig om op je routine een wedstrijd uit te spelen. Ja, ik denk dat mijn routine nu af en toe wel naar boven komt. Omdat je weet dat je het niet helemaal hebt. En dan moet je terugvallen op zekerheidjes, op dingen die kunnen gebeuren. En daar moet je op anticiperen. Nou ja, ik denk dat dat redelijk lukt. Alleen wat ik dan zeg, die vorm die abstract is, die kan ik niet meenemen zo vanuit Den Helder in de tas en eruit halen wanneer ik het nodig heb. Nee, het is iets wat moet ontstaan. En, maar voel je dat aankomen wanneer dat ontstaat of is het er ineens? Ja, dat is er ineens, denk ik. Dat is er ineens. Kijk, tuurlijk kan een speler 10, 15, 20 wedstrijden achter elkaar gewoon een hoog niveau halen. Dat kan. En dat gebeurt ook heel veel in voetbal eigenlijk, hè? Want daar komen de mensen voor naar het stadion. Maar ja, ik denk ook misschien dat het te maken heeft met een beetje kwaliteit. Ik ben nu fit, fysiek fit. Alleen dat kleine stukje, ik weet niet, misschien moet ik een keertje 3 mannen uitspelen of zo. Dat ik denk van, oh ja, zie je wel, ik kan het weer. En dat het dan weer komt, of dat het er dan weer is. Maar het is niet tastbaar. Het is niet tastbaar. Het is niet tastbaar en je zegt zelf wel, dan val je terug op routine. Je bent een man binnen de selectie van Cambuur met de nodige routine. Ja, hoe zie jij je rol daarin? Ben je ook met jonge jongens bezig om ze ook nu die play-offs eraan komen, ja, daarmee over te praten of zo? Nou, kijk, het is wel opgevallen sinds ik hier voetbal dat de jonge jongens wel naar mij toe komen met vragen. En niet alleen jonge jongens, ook oudere jongens die komen naar mij toe en die vragen dit en vragen dat. En, ja, hoe je het wint of keert, al die situaties waar jongens nu in gaan komen. En dat klinkt wel een oude lul, maar dat is, ja, ik heb die allemaal al meegemaakt. En soms 2 of 3 of 4 keer. En ik kan dingen redelijk goed analyseren, denk ik. Ik kan redelijk goed mijn mening ventileren. Ik denk dat die jongens dat ook wel weten. En dat ze, als ze een vraag hebben, dat ze die bij mij kwijt kunnen. En dat ik ook altijd eerlijk antwoord zal geven. Ja, maar ook ja, met het ja, bewust maken van jongens dat je iets bijzonders neer kunt zetten hier bij Cambuur ook. Ben je daarmee bezig? Ja, maar ik denk niet dat ik dat hoef uit te leggen, want de jongens die hebben het zelf ook al meegemaakt. Vorig jaar zijn er natuurlijk een hoop jongens bij geweest die het mee hebben gemaakt. En het jaar daarvoor zijn er nog een paar over. Van het jaar daarvoor zijn er nog een paar over. En dit jaar, ja, het is gewoon weer de play-offs. Ik heb er heel veel zin in en ik denk dat iedereen dat heeft. Alleen, die spanning is nu nog niet. Nou, we zitten nog een week voor de wedstrijd. Die spanning is er wel een beetje achter in je hoofd van ja, oké, volgende week donderdag. Maar vorige week was dat nog, oh ja, over 2 weken pas, weet je wel. En die spanning zal na het weekend wel wat toenemen. En dan donderdag zal die spanning eruit komen. En zo gauw we het veld oplopen, hoop ik dat die spanning weg is. Tenminste, dat het niet negatief invloed heeft op de benen en de vorm van spelers. Nou, heb je nooit last van spanning of ook wel? Natuurlijk. Ik bedoel, ik moet wel zeggen dat spanning de laatste tijd wat minder is. Niet omdat je je niet interesseert voor de club of voor de ploeg, maar het wordt ook een beetje gewoon natuurlijk. Al die wedstrijden en het wordt een routine. Maar zo'n wedstrijd als volgende week donderdag, ja, dat zijn wel wedstrijden waar je het voor doet. En niet dat die andere wedstrijden, die andere 24 wedstrijden niet belangrijk zijn. Ja, is goed, Paul. Is goed. Moet je nog een club hebben? Nee, ik kom eraan, ja. Waar waren we gebleven? Ja, dat over de spanning, ja. Nee, niet dat die 34 wedstrijden niet belangrijk zijn, want daar gaat het uiteindelijk om deze wedstrijden te kunnen spelen. Maar je weet dat als je gewoon als Cambuur doet wat je moet doen, dan moet je bij die eerste 6 komen zelfs. En niet zeggen bij de eerste 8, dan moet je bij de eerste 6 komen. Nou, dat is gelukt. Met wat ups en downs is het gelukt. En daarna moet je gewoon proberen jezelf zo voor te bereiden op die wedstrijden dat je er en van kan genieten en een resultaat kan halen. Nou ja, als dat lukt, met Zwolle als tegenstander, de eerste 2 wedstrijden. Ja, ik denk ook dat daar ook een beetje andere dingen mee spelen. Kijk, ze hebben natuurlijk hier dan het kampioenschap verspeeld, maar dit was hun laatste kans. Nou ja, we hebben een redelijke partij geboden natuurlijk tegen ze. En, 3 keer gescoord, dus er is tegen Zwolle te scoren, dat is duidelijk. En, ik denk dat ook nog een beetje meespeelt dat we 2 jaar geleden natuurlijk hun uit de playoffs geknikkerd hebben. Ik denk wel dat het beladen wedstrijden zullen zijn, dat absoluut. Denk je dan wel eens terug eigenlijk aan die play-offs van 2 jaar geleden? Jawel, want je wordt er natuurlijk vaak genoeg aan herinnerd. Hè? Ik bedoel, de mensen hier zijn al bezig met de play-offs, weet je wel. En ja, ik zeg eens, Koen de Vries, dat is al 2 jaar geleden. Hè? Kijk, ja, laat ik het maar voor het zeggen, dan zou ik het doen. Maar ja, wedstrijden tegen Zwolle zijn wedstrijden op zich. Zij hebben een goed team, wij hebben een goed team, maar wij zijn nog niet. We zijn niet echt een hele lange periode echt in goede doen geweest. En ik hoop dat we die lijn te pakken hebben, dat we nu kunnen stijgen. En wie weet, ja, het zijn wedstrijden op zich, zoals ik al zei. En dan moet je ook een beetje geluk in hebben. Ja, daar moet je een beetje geluk bij hebben, maar ja, die play-offs van 2 jaar geleden, Wat zei je? Toen hadden we geen geluk. Nee, toen dwong je het zelf af, zeg maar. Maar die play-offs van 2 jaar geleden, hoe mooi was dat? Denk je ook daaraan van het genieten, zeg maar? Ja, kijk, die play-offs van 2 jaar geleden waren natuurlijk... dat waren fantastische wedstrijden. We werden 3e volgens mij. Eerste ronde vrij. Zwolle. Ik zit na te denken over de eerste speelden. Ja, de eerste speelden we uit. Ja, 2-1 verloren. 2-1 verloren. Toen kreeg ik nog een kans. Schoot ik hem over. 2-1 verloren, dus hier naartoe. Zwaar balen natuurlijk, maar hier wonnen we met 3-1 volgens mij. Scoorde 2 keer als invaller. 2 keer als invaller, ja. Hier op deze goal. En de 3e wedstrijd wonnen we ook volgens mij. 2-0. Ja, dan, dat was super. En dan ga je naar Roda. En ja, dat was ook wat. Ik bedoel, we hebben een onterechte rode kaart gehad. Voor Koen Brak, die brak bijna zijn enkel. Die wordt eruit gestuurd en we krijgen geen penalty. Zij scoorde vervolgens. 1-0. We komen op 1-1. Ja, weer jij als invaller, maakt 1-1. Ja. En ja, die wedstrijd hier waren we volgens mij gewoon de betere ploeg. En wordt een doelpunt afgekeurd van Maaike Jansen. Ik snap nog steeds niet waarom die wordt afgekeurd. Dat snap ik echt nog steeds niet. Maar ja, dat is gewoon pech. Dan komt uiteindelijk die strafschoppenserie. Je mist er zelf onder andere eentje. Dat doet het nog pijn als je ook daaraan terugdenkt. Nou, kijk, als je erover nadenkt, is het natuurlijk... kijk, je mag nooit scheidsrechters bekritiseren eigenlijk zo voor de camera. Maar ik vraag me dan wel eens af, weet je, van wat heb je dan gezien? Weet je wel, want het is zo duidelijk dat er gewoon... Bij Koen Brak, die breekt gewoon bijna zijn enkel, die jongen. Dat is niet normaal. Ik zag dat vanaf de bank, zag ik dat zelfs, snap je? En iedereen zag dat. Hoe kan het nou dat een half stadion, behalve dan dat ze natuurlijk voor Cambuur zijn, dat die schreeuwt, ja tuurlijk. Maar die zien het toch allemaal? Hoe kan het dan dat die vier mannen op het veld dat met z'n vieren niet zien? Daar leg je wel eens wakker van, ja. Want hoe je het went of keert, voor ons was dat het moment waarop wij gewoon eigenlijk in de Eredivisie stonden. En hier was precies hetzelfde moment. Volgens mij was het toen Van Egmond die floot hier al, hier thuis. En Brahma was de laatste. Brahma was de laatste, oké. En dan was het... Die goal van Maaike Jansen doe je dan, ja. Wat hier afgekeurd werd. Ja, en het is gewoon een goede scheidsrechter. Ze zijn allemaal goed, En ik geloof ook niet in de complottheorie dat ze tegen een club fluiten. Dat geloof ik niet in, want... Ja, dat zou dan wel op moeten vallen. Ik bedoel, ik heb respect voor alle scheidsrechters, maar ik vraag me wel eens af wat ze dan zien. Dat vraag ik me wel eens af. Gewoon, en dat mag ik ook wel hardop doen, denk ik. Maar ik twijfel niet aan hun integriteit. Maar ik twijfel meer aan het feit van of ze het juist hebben gezien. En kijk, als er eentje het niet goed ziet, oké, 2, dat kan. Maar 4 dezelfde meningen over een incident, ja, dat vind ik moeilijk te accepteren. En kijk, je kan geen verhaal gaan halen natuurlijk, maar er zijn wel 2 momenten geweest voor ons waarop wij eigenlijk in de Eredivisie stonden, die niet onze kant op vielen. En kijk, de resultaten, we spelen nog steeds in de eerste divisie. Ja, en dan krijg je dit jaar weer een kans. Ja. Vorig jaar tegen Go Ahead Eagles werd het eigenlijk niet zo'n succes. Hè? Na 2 wedstrijden was het al afgelopen. Waarom lukte het toen niet? Ja, ik denk dat we eigenlijk in de eerste wedstrijd hebben we het weggegeven. 2-0 verlies. Was niet super. Maar ik wist 100% zeker dat wij hier gingen winnen. En die wedstrijd die hier gespeeld werd... Ik denk dat het voor de fans een spektakel was, denk ik. Het was gewoon eenrichtingsverkeer. Alleen, we maken die eerste goal. Gewoon politie op schema. En misschien maakt het wel iets te vroeg eigenlijk. En, kijk, dan weet je dat je er nog eentje moet maken. En we hebben genoeg kansen gehad. Alleen, hij wilde dat ding wilde er niet in. En dan heb je gewoon pech. Want achteraf waren wij... Thuis de betere ploeg. Uit hebben we ook wel kleine kansjes gehad. En ook wat pech gehad met de eigen doelpunt van Boxie. Ja. Maar daar moet je ook niet te lang over na blijven denken. Kijk, het zijn loterijen, die wedstrijden. Nou ja. En we hebben verloren. Nou ja, oké, jammer. Volgend seizoen beter. Nou, dat is dit seizoen. Dat is dit seizoen. En wat is er nodig om het maximale eruit te halen? Dat iedereen fit is. En dat iedereen hetzelfde wil. En... dat we allemaal bereid zijn voor elkaar en een stapje extra doen, een stapje naar links, een stapje naar rechts. 30 meter terugrennen voor je medespeler om te helpen als hij in de problemen zit. 30 meter te sprinten om ruimte te maken voor iemand anders. Soms moet je wel 5 keer rennen voordat je de bal krijgt. En soms krijg je hem de 6e keer ook niet. Maar dat moet niet de reden zijn dat je de 7e keer niet loopt. Dat moeten we met elkaar... zien te bewerkstelligen. Ja, je moet een hechte homogene groep gaan vormen. Ja, kijk nou, we zijn op zich wel, we zijn homogeen. Ik bedoel, we spelen al met een geel shirtje van Cambuur, dus dat duidt aan dat wij bij elkaar horen. Maar er wil nog wel eens een kopie iets anders opstaan. Ja, daar moeten we voor waken. Wat verwacht jij eigenlijk van de play-offs van dit jaar? Ik verwacht in ieder geval 2 spektakelstukken tegen Zwolle. Ik denk niet dat het saaie wedstrijden zullen worden. Daar ben ik niet van overtuigd. En dan zal na die 2 wedstrijden beslist worden wie er doorgaat naar die finale. En Ik heb wel goede hoop op dat wij dat zijn. Dat zeg ik niet omdat we nu voor de camera zitten, maar ja, wij kunnen wel redelijk resultaat voetballen over 2 wedstrijden. En dat hebben we wel bewezen. En, ik heb er goede hoop op. Nou, leeft er in de groep zo'n gevoel van, ja, dat er kansen liggen om te gaan promoveren dit jaar? Kijk, sowieso zijn er kansen. Ik hoorde heel toevallig gisteren een verhaal over Heerenveen. Die werden 17e in de competitie volgens mij. En die wonnen de play-offs. En die zijn er daarna nooit meer uit geweest. Snap je? Dus ja, het kan dus wel. Ik bedoel, naar Den Haag een paar jaar geleden, die werden 60e volgens mij. Die wonnen ook de play-offs. Het is niet onmogelijk, maar de meest ideale situatie om 5e te worden en dan de play-offs te winnen is het natuurlijk niet. Maar ik had hem liever gewonnen door in één keer kampioen te worden. Want dan heb je gelijk een feestje en dan ben je klaar. Dan kun je mooi met vakantie en dan speel je Eredivisie. Maar ja, zo is het niet gegaan voor ons. Daar moeten we ook niet over zeuren. We gaan gewoon die play-offs in en we gaan ons stinkend best doen. Ja, want toch, het scenario zoals het er nu ligt, je scoort zelf in de laatste minuut tegen Zwolle, Volendam, het wordt 2-2 bij Veendam, Volendam. De sterren lijken jullie gunstig gezind tot nu toe. Ja, maar daar gaan we toch een beetje over bijgeloof praten misschien. Hè? Kijk, ik hou niet zo van het uit handen geven en het laten afhangen van de sterren die ons gunstig gezind zijn. Laten we gewoon die wedstrijden gewoon winnen. Dat is het belangrijkste. En dan kan een kind zo'n ster vallen en dan is het voor ons ook niet zo heel erg. Maar is het, je wordt uiteindelijk toch 5e en je speelt tegen Zwolle. Ja, dat was toch eigenlijk ook wel een beetje de inzet, zeg maar. Hè? Want ja, iedereen wilde die wedstrijd tegen Zwolle wel spelen. Jawel, kijk, omdat natuurlijk in het verleden goede wedstrijden hebben gespeeld tegen Zwolle. We hebben ze al een keertje uit de beker getrapt, of uit de play-offs getrapt. Nou, dat willen we nog een keer doen. Wij hebben dat gevoel, en zij hebben dat gevoel natuurlijk ook, van het zal ons niet nog een keer gebeuren. Maar, kom maar goed. Hoe bijzonder zijn deze wedstrijden nog voor jezelf, tot slot? Want ik bedoel, je zegt al, ik heb al heel veel meegemaakt, ook in Engeland en alles. Maar dit soort wedstrijden, hoe bijzonder zijn die nog voor jou zelf? Ja, dit zijn wel de wedstrijden waar je het voor doet uiteindelijk natuurlijk. Hè. Je doet het natuurlijk het hele seizoen om zo hoog mogelijk te eindigen. En om je een goede uitgangspositie, te manoeuvreren om die play-off zo gunstig mogelijk in te gaan. Ja, dat is gelukt. We hebben nu nog een week om iedereen fit te krijgen en om iedereen scherp te krijgen. En die wedstrijden zijn, ja, dat zijn leuke dingen. Dat zijn leuke dingen. Deze wedstrijden vergeet je nooit meer. Snap je? En hier zal iedereen van genieten. Hè? En over 10 jaar nog over praten waarschijnlijk. En vooral als je hem wint, zou het helemaal fantastisch zijn natuurlijk. Dan ga je... Ja, Sander die kan het altijd mooi vertellen, want die heeft het een keer meegemaakt, Sander van der Heijden. En die zegt, als je hier gewoon kampioen wordt of als je hier daar promoveert, dan heb je eeuwige roem. Dan zullen ze je nooit vergeten. En dat wil ik wel een keer meemaken. Ja. En de consequenties daarvan zou zijn dat je in de Eredivisie speelt. Ook geen verkeerde, ik wil nog niet over de afsluiting van je carrière beginnen, maar het zou niet verkeerd zijn. Dat moet je ook niet doen. Het zou niet verkeerd zijn om daar nog eens toch in de Eredivisie te bereiken met Cambuur. Ja, als je het theoretisch bekijkt, is dit mijn laatste kans om volgend jaar in de Eredivisie te voetballen. Omdat na volgend jaar is mijn contract afgelopen. En ik weet niet of ze het verlengen. Dat is nu natuurlijk koffiedik kijken. Maar het zou wel mooi zijn als we nu zouden halen. En dan volgend jaar nog een jaar in de Eredivisie. En dan met lijstbehoud of met Europees voetbal in de Eredivisie gewoon afsluiten of zo. Dat zou wel leuk zijn. Europees voetbal, ja. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Goed, het is aan wachten. Je moet eerst tegen Zwolle spelen. Heel veel succes daarbij. Dankjewel.